Elke 5 minuten valt er een 65-plusser. Om dit hoge percentage naar beneden te krijgen, is het deze week Valpreventieweek in Zwolle. Onder andere het expertisecentrum Zwolle besteedt hier aandacht aan. Wij als expertisecentrum willen ons echt inzetten voor de preventie. Er is een preventieweek die dan gehouden wordt, landelijk. En het doel daarvan is eigenlijk dat we ouderen ook echt binnenkrijgen. Dat we die zeg maar inzichtelijk krijgen. En dat we daarmee ook helder kunnen krijgen waar de risico's bij het vallen zitten. We kunnen meerdere oorzaken hebben. En eigenlijk weer in die screen die we gaan doen en die we hier houden, willen we inzicht krijgen waar het dan in zit. En waar dan die ouderen zeg maar ook wat mee kunnen, waar ze mee aan de slag kunnen gaan. Het expertisecentrum heeft meerdere afdelingen onder hetzelfde dak zitten en kan hierdoor een bredere hulp bieden. Voor de klant die er binnenkomt, dat hij gewoon de zorg kan krijgen die er nodig is. Maar ook dat wij onderling gewoon korte lijntjes hebben en dat we goed kunnen samenwerken. En dat we de klant gewoon krijgen wat hij nodig heeft. En die screening die we dus hier houden, dat is ook het idee van als dus zorg nodig is, dat we het ook zeg maar onder één dak kunnen doen. Er zijn verschillende methodes om de valpreventie toe te passen om de kans op vallen te verminderen. We willen wel echt in kaart brengen waar de risico's in zitten, of er überhaupt een risico is. En we kunnen ook echt zeg maar, in de testen naar voren laten komen waar op welk gebied een zorg is als die er is. En daar, met de meeste dingen wel kan je concreet mee aan de slag. En dus bijvoorbeeld als er een probleem zit bij balans, dan zijn er wel bepaalde balansoefeningen dat je kan verbeteren. Of misschien is de duizeligheid van bepaalde medicatie. Dan kan je daar naar de huisarts gaan en zeggen, oké, kunnen we daar geen andere medicatie voor schrijven, waardoor de duizeligheid minder wordt. Alleen de opkomst van de ouderen is nog vrij laag. Ik hoor van heel veel ouderen ook van, ik ben al oud, dus valt niks meer aan te doen. Of wat heb ik er nog aan? Maar juist onder die oudere groep, en die zijn dus ook moeilijk te bereiken, is het heel belangrijk. Want 1 op de 3 van de ouderen valt in huis. Waarbij echt ook wel ook in kaart gebracht is dat het best wel grote gevolgen kan hebben. Maar het probleem is, die ouder blijft vaak thuis. Plus de motivatie om er iets aan te gaan doen, is wel wat lager, omdat ze echt hoort erbij. Maar het hoeft dus niet. Dus dat is jammer. Dus het zou meer mogen.